Vandaag ga ik jullie zo'n armbandje leren maken. In de kleuren rood, wit, blauw. Met een loombord en een haakpen. Ik heb mijn elastiekjes alvast klaargezet. Ik heb 10 rode elastiekjes. Ik heb 9 witte elastiekjes. 6 blauwe elastiekjes. 16 oranje elastiekjes. En ik heb mijn loombord heb ik al een beetje voorbewerkt. Ik heb het middenste gedeelte heb ik er gewoon afgeduwd en aan de kanten gelegd. En ik heb dit gedeelte, dat kun je er gewoon afhalen. Dat kun je gewoon naar beneden duwen. Dat heb ik losgeduwd en dat heb ik gewoon hier ingestoken. Om te beginnen heb ik een extra rode elastiekje. En die plaats ik erop. En dan draai ik hem één keertje om. En dan plaats ik hem aan de andere kant. En dan zie je eigenlijk een soort 8 erin. Dan ga ik met mijn patroontje beginnen. Om niet in de war te raken, leg ik alvast de elastiekjes klaar. Ik leg 3 rode elastiekjes klaar, waarmee ik dus mijn patroontje ga beginnen. Ik pak 2 oranje elastiekjes. En mijn rode elastiekje gaat daar dus doorheen. Precies, hangen de oranje elastiekjes in het midden. En dan plaats ik hem aan de ene kant rood erop. En ik trek hem door naar de andere kant en dan plaats ik hem erop. Ik zal ze even een beetje naar beneden duwen, dat je precies ziet wat ik aan het doen ben. Ik ga namelijk aan beide kanten het onderste elastiekje ervan afhalen en naar het midden brengen. Het onderste elastiekje haal ik eraf. Breng ik naar het midden, laat ik hem los. Onderste elastiekje haal ik eraf, breng ik hem naar het midden en daar laat ik hem los. Ik kan hem ook weer mooi naar het midden duwen of trekken. Zo. Dan pak ik nog een rood elastiekje. En die gaat door de oranje elastiekjes heen. En dan aan de ene kant plaats ik hem erop. En aan de andere kant plaats ik hem erop. En dan blijven de oranje elastiekjes dus mooi in het midden. Dan ga ik met mijn haakpen weer het onderste rode elastiekje naar het midden brengen. En aan de andere kant het onderste rode elastiekje naar het midden brengen. Dan begin ik weer opnieuw. Weer rood door de oranje elastiekjes heen. En dan ga ik hem aan de ene... Oh, moet ik even elastiekje hier iets naar beneden duwen, anders past hij er niet meer bij. Zo. Aan de ene kant erop. Aan de andere kant duw ik hem ook eventjes naar beneden. Dat had ik eigenlijk eerst moeten doen. En dan andere kant erop. Zo. En dan is weer oranje elastiekjes zijn dus weer mooi in het midden. Dan met mijn haakpen. Onderste elastiekje haal ik eraf en breng ik naar het midden. Onderste elastiekje haal ik eraf, breng ik naar het midden. Iedere keer moet je dan weer even de elastiekjes weer naar beneden drukken, zodat er weer een nieuw elastiekje op past. Ik ben klaar met rood. Mijn 3 elastiekjes zijn op. Dus dan ga ik verder met wit. Ik leg nu 3 elastiekjes klaar voor wit. Iedere keer als ik mijn nieuwe elastiekjes klaarleg, pak ik ook weer 2 nieuwe oranje. Ik ga mijn witte er doorheen doen. En dan plaats ik hem aan de ene kant erop en de andere kant dus ook. Ene kant erop, doortrekken, andere kant erop als ze er niet uitvliegen. Zo, ene kant erop. En andere kant erop. Zo. En dan onderste gaat er weer af. Onderste gaat er weer af. En dan ga ik het weer naar beneden duwen om plaats te maken voor de volgende. En dan weer oranje elastiekjes in het midden. Wit er doorheen. Ene kant erop. Andere kant erop. En weer eentje eraf. En aan de andere kant eentje eraf. Weer hetzelfde. Wit gaat er weer doorheen. Wel naar beneden duwen. Ene kant erop. Naar beneden duwen. Andere kant erop. Oranje elastiekjes nog steeds mooi in het midden. Ene kant naar het midden, andere kant eraf en naar het midden. En dan zijn mijn witte elastiekjes weer op. Dus dan gaat mijn patroontje verder met 3 blauwe. Leg ik steeds klaar.
klaarleggen betekent dus ook weer 2 nieuwe oranje elastiekjes pakken. Blauw gaat er doorheen. En dan weer. Eerst even naar beneden duwen. Ene kant erop. Andere kant erop. Zo. En dan gaat het onderste elastiekje, in dit geval wit, gaat er eerst af. Andere kant wit gaat er af. En dan zie je dus al je bandje ontstaan. Dan pak ik mijn blauwe elastiekje. Weer door de oranje heen. Ene kant erop. Even naar beneden duwen. Naar beneden duwen. En dan andere kant erop. Ene kant gaat hij eraf. En dan weer andere kant eraf. En dan gelijk naar beneden duwen. Dat vergeet ik steeds. Gelijk naar beneden duwen. En dan weer nog een blauw elastiekje. Door de 2 oranje elastiekjes. Zeg maar, daar ben ik. Door de oranje elastiekjes heen. Ene kant erop. Andere kant erop. Onderste elastiekje gaat eraf. Andere kant ook. Onderste elastiekje gaat eraf. En zo ga ik steeds verder. Ik heb net rood-wit-blauw gedaan, dus ik ga weer helemaal van vooraf aan beginnen. Ik leg weer 3 rode klaar. En weer de oranje elastiekjes erbij. 3 witte klaar. En zo ga ik door. Ik ga nu mijn camera uitzetten. Hier kan je hem dus heel mooi op pauze zetten. Als ik bijna klaar ben, zet ik de camera weer aan en laat ik je zien hoe je het elastiekje moet afmaken. Nou, ik ben al een heel stuk verder. Ik heb bijna elastiekjes al opgemaakt. Alleen nog de laatste 3 witte. Dat betekent 3 nieuwe elastiekjes klaarleggen. Dus ook weer 2 oranje elastiekjes pakken. Er doorheen. Ene kant erop. Andere kant erop. En dan weer onderste elastiekje eraf halen. Andere kant ook onderste elastiekje eraf halen. Ik zag het met oranje elastiekjes een beetje gek gingen doen, dus die trekken we even aan. Zo. Dan weer wit er doorheen. Ene kant erop. Andere kant erop. Haakpen. Onderste eraf. Andere kant ook weer onderste eraf. En dan trek ik het weer mooi naar het midden. Naar beneden duwen. Iedere keer weer naar beneden duwen. Laatste er doorheen. Ene kant erop. Andere kant erop. Onderste eraf halen. Onderste eraf halen. En dan ben je klaar. En dan gaan we het dus nu afmaken. Mijn pin. Ik ga beide lusjes pakken en die leg ik op mijn vinger. Deze kant en dan de andere kant. Voorzichtig dat ik niet alles kwijtraak. Ik vouw de lusjes op elkaar. Kijk, en dan trek ik er een beetje aan, maar dan kan ik ze makkelijk op mijn vinger. Mijn vinger ertussen door duwen. Dit vind ik altijd prettig, want dan kan ik een clipje er veel makkelijker aan vastmaken. En dan ga ik nu even mijn elastiekje goed leggen, dat hij niet per ongeluk zo gaat draaien. Dus ik leg hem recht, dat alles mooi recht ligt. En dan ga ik hem aan de andere kant, waar ik begonnen was. Hier had ik die mooie achter ingevouwen. Ook weer vinger ertussen, want het is voor mij wat makkelijker. En dan gaat hij er doorheen. In mijn geval ben ik dus niet met blauw geëindigd, want ik heb hele dunne polsen. Dus eigenlijk had het rood-wit-blauw en dan rood-wit-blauw moeten eindigen. Maar mijn polsen zijn dun, maar als je het voor je vader maakt, doe je dus wel gewoon blauw erbij. Want zijn polsen zullen wel wat dikker zijn en dat past dan beter. Mijn elastiekje is klaar.